3, 2, 1. Hallo iedereen, welkom bij onze nieuwe video. Mijn naam is Michiel. Mijn naam is Celine. Mijn naam is Bram. Mijn naam is Ize. Mijn naam is Laura. Mijn naam is Jasper. En vandaag hebben we een superleuke challenge. Probeer niet te borsten. Maar ik heb al een heel donker shirt aan. Dus dat ga je wel heel moeilijk zien. Daarom krijgen we allemaal hetzelfde witte shirt. Ja. En als we dat aan hebben, kan ik even de regels uitleggen in 3, 2, 1. Wow, kijk eens. Precies zo in de reclamespot van een wasmerk. Zo, witter dan wit. Inderdaad. Het is toch? Maar even kort de challenge uitleggen. Vandaag zijn er 5 challenges. Wie na alle 5 challenges het minste aantal vlekken heeft op zijn of haar shirt, die wint. Zo simpel is het. Ja. En nu beginnen we gewoon aan de eerste challenge. Let's go. Dankjewel, Bram, voor het applaus. Maar voor hoeveel likes gaan we vandaag? We gaan voor 13.750 likes. Mooi. En ik ben ook benieuwd welk shirt de kijkers aan hebben als ze deze video kijken. Welk kleurshirt? Laat weten, hè. Michiel en Laura staan beiden op hoge hakken. Is dat het snelst? Zijn jullie aan het uitleggen? Ja, allee, ik twee. Michiel en Laura staan beide op hoge hakken. Ze hebben beide een glas vol cola. Die zetten jullie allebei op jullie hoofd. Hier beginnen jullie. Daar is het einde. Wow! Ja, dat meen je. Oh! Je t-shirt is niet eens net. Oh, je haar. Wel, cola en haar haar. Wacht, de challenge is dus aan de overkant geraken. Zonder te morsen op je shirt. Zonder morsen. Als je last bent, krijg je nog een straf straks. 3, 2, 1, start! Oh, oh. Ja, er is niets op je shirt, wel lekker in je haar. Oh, je hoofd, maar een proper shirt. Wel dan. Celine en Bram krijgen een colaglas. Oh nee, maar ik ga het weer morsen op mijn hand. Oh. Oh ja, Celine zal het morsen. 3, 2, 1, actie. Celine op je hoofd, op je hoofd. Meer op je hoofd, Celine. Celine, oh nee. Celine gedisqualificeerd. Gedisqualificeerd. Nee. Ze is helemaal... Oh, ja, oh! We hebben de eerste vlekken. En Bram, Bram heeft ook de eerste vlekken. Ik heb ook een vlek. We hebben net de replay bekeken en mijn excuses, het stond op Celine haar hoofd. Bram, slecht nieuws voor jou. Ik ben verloren. Ja, en nu is het nog... Maar jij ook. En Jasper, ja, wij twee. Maar bij mij is het wel Celine is mij weer aan het pakken. Jasper is al aan het morsen. Ai. 3, 2, 1, actie! Oh. Maar, oh! We hebben een fotofinish nodig. Denk ik. Hey. Niet te dicht bij mij komen. Ik kan gewoon naast jou staan. Je geeft mij vlekken. Nee. Oh, maar dat is echt lief. Bram en ik staan buiten en elke ronde, als er verliezers zijn, krijgen ze spray. Yes. Een rode spray. Dus ja. Laura, jij mag daar starten. Dus naast Bram spuiten, dan ga je zo heel snel en terug. Ja, wauw, dat was heel stoer. Heel stoer. Dat was tweede poging. Straks als jullie een straf hebben, krijgen we ook twee pogingen. Kijk, nee. Onze skill. Wauw. Alright, tijd voor de tweede challenge. Dit is wel makkelijk. Wij zijn allebei geblinddoekt. En we moeten één stuk pizza, verse pizza, opeten. Pizza. Wie een stuk als laatste op is, krijgt weer een straf. Zijn jullie klaar? Ja. We gaan het een stuk pakken, ja. Oké, go. Oh. Hoe is lekker. De smaak? Nee. Lekkere smaak? Ja. Ja, dit is precies wel een makkelijke challenge voor jullie. Oh, Michiel is... Wauw. Mond leeg, hè? Ja. Bram heeft weer een straf. En je mond moet niet afkuisen. Oké, maar er zijn geen vlekken. Bij allebei niets. Behalve de schrik. Oké, mag ik kleiner? Ja, mag wel. Ik wil nu. Oké, proficiat. Twee volgende. Ik wil. Wat heb je gedaan? Nee. En uw mond is nog vol. En mijn is leeg. Oh! Dus? Nee, maar. Oh! Wow. Dat is waar. Ik heb. En jij zei het al! Yes! Dat is waar. Yes! Mission failed. Oh ja. Nee, maar Bram.
Wat? Je hebt al veel cola op mijn kruip. Ja, oh, check hier. Zou niet te veel last van je mond. Ik weet niet. Toch? Nee. Oh, je hebt een cola op de achterkant. Hey, joh, kijk. Jullie hebben gedaan als we geblikt ook zo. Maar dat is cola, je ziet dat toch? Ja, het gratis gaat tussen Bram en ik. Ja, jullie mogen allebei een stuk nemen en wie als laatste het mondje leeg heeft, die krijgt een straf. Oh, spannend hoor. Bij Laura is het bijna op. Isa zal iets sneller moeten eten. Oh, oh. Isa haar laatste hap. Ja, hallo. Dat is een pizza challenge in Amerika. Ja. Eerlijk, doe dat die hotdog. Jullie zijn stil, je maakt mij vuil. Maar nee, we doen niks. Nope. Oh, dat is echt pikant. Oh, wat zat er bij mijn naam? Ja, nee. Oh, wat is dat allemaal? Lisa zat morsel op tafel. Ja, dan nu. Ja, en nu is het nog tijd voor Celine. Ja. En Jasper. Jasper. Wie heeft dat aan? Dat was echt leuk. Wie? Dat ga je zien als de video online staat. Ja. Nee, ik was aan het filmen. Wow, nee, Nara niet. Wow. Check dit, dat is echt niet oké. Okay. Jullie mogen jullie stuk nemen en beneden in 3, 2, 1, actie! Maar is dat stuk zelf? Ja, Jasper heeft stuk Celine ook en ze zijn begonnen. Het is een spannende race. Oh, wow. Ja, ze hebben allebei niets meer in hun handen. Ze hebben ja, Celine wint. We moeten wel één ding zeggen, Jasper. Celine, haar stuk was veel kleiner. Maar dat was gewoon roulette. Wat wil zeggen, Jasper? Jij? En Ize, dat gaat mee. Oh, ja, mijn shirt hangt helemaal. Oh, nee. Oh. We staan opnieuw buiten en Bram gaat nu de spray doen. Veel succes. Doe maar. Maar Ize, wat was dat? Wat, ja, dat echt hè? Dat is eigenlijk gewoon. Momenteel ben ik wel de verliezer. Ja, hoe ziet mijn rug eruit? En dan oh, wat is dat? Een beetje cola vlekken. Oh, dat is ook bij jou. Ja, jullie ruggen, by the way. Hoe zien jullie ruggen eruit? Oh, bij Laura niks. Bij Ize niks. Niks. Jasper durft daar niet op te doen. Mijn armen. Oh, niks. Wat? En bij Bram? Ook cola vlekken. Cola. 5 minutes later. We staan opnieuw buiten met onze witte shirts. Ik blijf het wel grappig vinden. Maar is dat ding al open? Dat ding is nog niet open. En dat ding is verf, Jasper. En met verf kunnen we heel veel vlekken maken. Nu hebben we 2 keer 3 mensen. Eerst de meisjes, dan de jongens. En ze krijgen 30 seconden om elkaar geblinddoekt te bekladden. Nee, jullie mogen kijken, hè? Jullie mogen kijken. Ja. En jullie verf. Ah! Ah. We gaan hier een afspraak maken. Probeer het gezicht te vermijden. Oh, wat? 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 30 seconden in 3, 2, 1, actie. Oh, dit is grappig. Dit is grappig. Oh, wow, wow. Wat? Zien jullie dat? Ja, Laura ziet toch. Laura, ja, Laura kan zien. Laura heeft veel te goed zicht. Oh, oh. Nee, echt niet. Ik heb de camera. 5, 4, 3, 2, en stop. Oh, ik denk dat Ize de enige was die niks zag. Ik zag echt niks. Het resultaat. Laura valspeler. Ik heb niet gekeken, maar dat niet. Ja, oké, misschien moeten wij gewoon kijken dan, want het werkt niet met de blinddoek. Oké, maar dan loop ik gewoon tot de... Nee, je moet wel in de aanval gaan, Bram. 3, 2, 1, go! Oh, oh my god. Oh! Maar dat is dus zo! Ik kom nu pakken we. Oh wow, dit is gek! Oké, nog 10 seconden! 10, 9, 4, 3, 2, 1! Gedaan! Oh, je bent gespaard! Ja, maar kijk, Jasper heeft mij super hard geslaan. Ja, hier staat echt. Oh, je ziet zijn hand! En hier ook! Ver match. Maar bij jou, ça va? Mijn excuses voor de harde slag. Die mensen zijn net begonnen, ik voel zo dok. Maar Jasper is wel echt het meest. Ja, Jasper is toch. Draai eens om, bro. En mijn rug? Ik ga Oh, we hebben een scheur. Celine zit hier klaar met cola. Ze heeft al een beetje geborst. Ze zit hier op wieltjes en Bram gaat haar duwen door de emmers die daar staan. En de bedoeling is dat je zo weinig mogelijk morst. Okay. Oh, vasthouden. Harder. Oh, heb je geborst? Oh, ja. Echt veel. Bram zit klaar. 3, 2, 1. Oh, die is al aan het morsen. Oh.
Hoe traag ging het? Veel gemorst, Die emmer ging in mijn hoofd. Als we de likes halen op deze video, gaan we nog extremer. Doen we deel 2 met ook een witte short. Actie! Oh! 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 Hoe hard was dat, bro? Ize heeft wel echt een record, want je hebt bijna niks gemorst. Nee, ik heb op mijn handen veel. Ja, maar niks op je. Wow, ik zie niks op je. Ja. Jasper, laatste woorden voor je vertrekt. School. 3, 2, 1. Oh, wat? Hoe snel ging die? Alles zit er nog, hè? Ja, dat moet je kunnen, hè. 3, 2, 1. Rustig, dus. Oh, ze is al aan het drinken. Oh, op haar kassen, op haar kassen. Ai. Michiel zijn beurt. Oh, dat is zo'n klein plak. Oh. Oh. Oh, ik denk, er is iets in jouw nek. Oei, hoe komt dat daar? Oh, kijk, bij mij vond het wel grappig, hè? Ik voel me safe met de camera. Ondertussen wordt er hier verder gebatteld. Jasper! Recht in mijn oor. Het begint donkerder te worden. Het is ook tijd voor de laatste challenge. Maar we gaan eerst eens kijken. Bram, wil je t-shirt naar beneden doen? Dank u. Kan je ze omdraaien? Oké, Laura ziet er echt nog heel goed uit. Jasper, kan je ze omdraaien? Ja, Jasper is al veel meer easy, hè? Ja, ik denk nu Laura 1, Ize 2, Jasper 3. Celine, kan jij eens omdraaien? Ja, Celine, Ize, kan jij nog eens allebei samen omdraaien? Oké, Celine iets meer. Ja, Celine iets meer. Ize heeft wel die rode lijn, hè? Ja, dat is waar. Bram, kan jij zo... Bram heeft ook... Bram, kan jij omdraaien? Kan jij omdraaien? Dit is jouw achterkant. Mooi. Laura heeft de ranking, zeg maar. Van niets naar alles. Ik op 1. Bram op 2, Leo op 3, Ize 4, Celine 5, Jasper 6. Dus Jasper is de ergste. Nee, dat is toch... Oh. Die moest ze terugkrijgen. Andere ranking. Ik zie er nu zo uit, maar Laura zegt dat Jasper nog steeds erger is dan mij. Kunnen we eens naast elkaar staan? Kijk, Jasper zijn buik is helemaal... Ja, wow. En zijn t-shirt is gescheurd. En dat is zeker +10. Finale challenge. De persoon die 6 heeft, die krijgt 6 seconden om... met spray op ons spuit. Je mag kiezen wie je doet, wat je doet. Je krijgt 6 seconden. 6, 5, 3, 2, 1. Stop. Ik heb 5 seconden. Oké, ik ga tactisch spelen, want ik wil niet verliezen. 5. Nee, sorry, Bram. 5. Oh, nee. 1. Nee. Ja, nu heb ik uiteindelijk meest op Jasper, als niet mijn bedoeling. Maar Bram, dat is... Ik heb mij gesaved. 4 seconden. 4 seconden. 4. 3, 2, 1, no! Voilà. Wow, hoeveel seconden? 3. 3, 2, 1, 3. 2, 1, no! Dat is echt lelijk. Dat is ik echt wou lelijk. Eerst een hartje. Oh. 1, 2, stop. Hey, dat waren 17.000 seconden, Bram. Straf. Bram, jouw shirt is wel cool eigenlijk. Het is toch mooi? Laura heeft 1 seconde. Hey, wat een beeld. Mooi. Mooi, hè? Sorry, maar ik ga tactisch doen, man. 3, 2, 1, go. 1, stop. Dit was het laatste en nu gaan we eens kijken wie de challenge verliest en wie wint. Als ik het zo zie op beeld, dan verliest Bram. Straks, ik ga staan naast de verliezer. Met de rug verliest Jasper. Dus ik ga nu naast Jasper en Bram staan. Laura wint deze kant, achterkant. Ja, ook Laura. Laura wint de challenge. Hoeveel punten heb ik op 10? 10. Van erg. 10 ja. Op 10 van erg. Het is alle, ja, alles. Jasper 5. Ja. Nee, minder. Open. Maar Bram, je ligt er al uit. Ah, ja, Hoeveel punten? Ja, achterkant is Jasper. Je hebt een 3 en Jasper een 8. Ja, dat is gelijkstand, hè. 10, ja. 5 en 3 ja, en 8. Ja. Gelijkstand. Bladsteenschaar. Ja. Ah, bladsteenschaar. We krijgen allebei een wapen, Jasper. Jullie moeten blijven staan op dezelfde plaats. 10 seconden. 3, 2, 1, go. 8. Mooi. 3, 2, 1, stop! Sowieso Michiel en nu omdraaien. Oh. 1, 5 en 1, 6. Maar het is gewoon omdat bij hem is helemaal zo en bij
Is hier rood wit? Maar ik denk wel, met de voorkant bijgerekend, Michiel meest. Ja, dat wel. Dus ik verlies. Ja. Later. Jasper heeft net een straf gekozen en die zei, ik mag jouw haar rood spuiten met deze spuitbus. Doe dit thuis niet na, trouwens heel deze video niet. Ah, je reus haar weg. Oh. Ja, sure. Mooi hoor. Ja, juist hier, Jasper. Ja, sorry. Dit was dus Probeer Niet Te Morsen. Ik eindig deze video met rood haar, had ik niet gedacht. Bedankt voor het kijken en wij zien jullie gewoon in de volgende video. Peace!